Pietje. Kom, zet hem hier. Oké, dat is het verhaal. Ja, ik pak hem hier af. Wat je moet hebben, hij moet in jouw arm lopen. En dan doorlopen en dan is hij eraf. Ja. En dan kan de beweging vloeiend doorgaan. Ja. Wist jij, Thénardier, ik of zijn wijze mee aan de slag van Waterloo? Ik ben niet bezig. Ja, daar dit hij, het gevecht was voor mij. Het is allemaal het commentaar van Thénardier op deze mensen. Dus het is bijvoorbeeld wat je zegt, Komeraan Proleet. Het is Komeraan Proleet, Komeraan Monsieur. Je hebt het niveauverschil, doe je precies verkeerd om. Je zegt, Komeraan Monsieur zei je zacht. En Komeraan Proleet zei je hard. Terwijl het moet zijn, Komeraan Proleet, Komeraan Monsieur. Hey, iedereen heeft zijn glas op de lot, de maat in de stoel. Maar als je nou aan me vraagt, ben je zenuwachtig? Nee, dat niet. Zo zeg. 1, 2, 3, 4. En? Tand en de tanden. En de tandvlees. En de tuiten. En de glimlach. Prima. Ah. Maar als je nou aan me vraagt, ben je zenuwachtig? Nee, dat niet. Vrees voor de mond. Cosette, genoeg! Maar we doen het vriendelijk meer. Doe wat ik vraag, je weet, ik zeg nooit iets. Nog een keer. Kom hier, ouwe schurk! Gaat de fles en onkurk! Schenk je nectar in allee! De fles geprobeerd, in de roos gegarandeerd, of ik heet niet Thénardier! Dranken als een scheet, wachten ben ik beu! Kom maar aan, proleet, kom maar aan, monsieur! Deze herberg gaat eraf! Dat zeg jij na elke vieux! Monsieur Thénardier, die op zijn wijze mee aan de slag van Waterloo! Ja, dat doet hij, het gevecht was voorbij. Een heel speciaal karwei. Kruipend door de modder, dadelijk naar de slag. Zigzag zakken rollend in dat die daar lag. Hij stal zich aardig rijk aan het Engels lijk. Mijn dronken lap, mijn goor en geil gespuis. Een schuine grap dat ze pissen in een kruis. Mijn hoerenkind, het bevolkt uit eigen wil. Deze mooie duiventil vliegt uit en vliegt in. En het geld stinkt naar mijn zin. Ik heb geen idee wat hij deed in de hachee. Die was aan de stenen knerst. God, wat een wijn. Chateauneuf de Terpentijn. Met zijn zweetvoet zelf geperst. Deze kan pet op. Hemel zit die schurk. Nog een laatste zin. Doe nog eentje maar. Anders slaat straks de pet me weer volledig. Welkom, monsieur. Kom, zet u hier. Maak kennis met een topherbergier. Want bij de rest wordt slecht gekookt. Gans wordt verpest, de gast zelf gerookt. Eerlijkheid is schijn. En dat doet me pijn. Een vent runt deze tent. Wiens talent wil zijn. Baas van het hele spul, koning van de kroeg. Wil u soms een handje, ik heb zweet genoeg. Vette knipoog hier, daar een geile lach. En me suggereren dat ik jou zo mag. Kost me moeite als ik kwijlend. Onze gast de eer bewijs. Alleen het is voor wat hoort, wat alles heeft u zo zijn eigen prijs. Baas van het hele spul. En de beestenboel, gasten licht en maken, het is een edel doel.
water in de wijn, lekker doverdund. Zakken rollen als je niet meer lopen kunt. Alle hoge eerde gasten houden vast een schuine taal. Doe alles wat ze willen, Jezus, als ze willen allemaal. Was voor hele schul, had je van opzij. Ieder die voorbij komt, maakt hij niet voorbij. Stunt is stuk voor aan, praat in dat voorbij. Vieren zo de trooster is niet terug naar hij. Alle opgeëerde gasten, reizen in de dankbaarheid. Dus sluit nog goed je koffers, boffers, anders ben je alles kwijt. Welkom, monsieur, in paradijs. Rijg los je laars, rust uit van de reis. Dit weegt een ton, wat een gewicht. Geen angst, je wordt toch opgelicht. Wilt u soms wat zwijn? Dat ik voor u praat. Het vet staat al een week, dus het is delicaat. Voedsel maar, meneer, voedsel alsjeblieft. Gooi het in de molen, lekker net op bief. Leven van een paard, nieren van een kat. Slim verwerkt tot worsten, en dat was dat. Stamgasten zijn meer dan welkom. Bruid ziet er helaas niet vrij. Redelijke prijzen met wat kleine extra's en nog bij. Extra voor de luis, kakkelakke muis, die u aangeboden worden door dit huis. Extra voor de stank, extra voor het geluid, extra als het venster op je kamer sluit. Als het komt tot prijs bepalen, geen geknoei dat hij bevoeit. Komt al aardig tekenen in de hele rekening. Jezus, het is mijn baas, wat doe ik goed! Baas op hele stil, wat je van het zij. Ieder die voorbij komt, maak je niet voorbij. Niks verdiend. Ik heb gedroomd in mijn jeugd van een prins. Maar God almachtig, nou, het viel tegen enigszins. Baas van het hele spul, krijg het niet uit mijn mond. Filosoof en trooster, haar een hoop stront. Voelt zich als Voltaire, net zo sluw en link. Denkt hij is een minnaar, nou het is nog geen pink. Wat een vrede golvend noodlot bracht mij samen met die lul. God, wat is de gluiperd, komt de kruiper, druiper, maar een spul! Baas, het is een spul. Baas, het is een boek. Filosoof en trooster. Dankjewel, dankjewel. Wat is dat moeilijk zeg. Gelukkig waren er twee mensen die mij fantastisch bij de repetities hebben geholpen. En die wil ik speciaal nog even noemen. Dat zijn Brigitte Audet en David Zwaan. Zonder hun was het allemaal nooit gelukt. Ze wilden graag vanavond naar de Surprise Show opname komen kijken. Maar La Miserable staat nog tot 24 mei in het Circus Theater in Scheveningen. Een prachtige musical die nooit meer terugkomt in Nederland. Wat heb ik een bewondering gekregen voor al die spelers van Le Miserable die elke avond nu al maandenlang zo'n topprestatie leveren. Allemaal nog eens hartstikke bedankt voor de fantastische surprise. Ja.
We hebben een brief uit Haarlem gekregen en daar wil ik zuster Margriet graag even voor naar beneden hebben. Zuster Margriet van Rijn. Ze is, als het goed is, net 70 jaar geworden. Gaat u zitten? Ja, de allerlaatste surprise show, denk ik, weet je wat? Ik laat eventjes ik voelde al iets. Een nonnetje naar voren komen, maar dit is een moderne kledij. Dat is. Ja. Dat is toch geen moderne kledij? Nou, dat vind ik. Een hele gewone dameskledij. Ja, maar wacht eventjes. Ik ben zelf, heb ik op school gezeten bij de nonnetjes. Ja. En dat was nog helemaal zwart met zo'n speciale kap. Met zo van, je zag alleen de ogen bijna. Je bent niet in een kinderthuis geweest. Dat niet, nee, dat niet. Maar ik ben op de lagere school en ik ben opgevoed door de nonnetjes. Daarom weet ik zo goed hoe ze eruit zagen. Zo lang in een kinderthuis geweest. En het grootste verdriet van de kinderen was, als we gingen wandelen, dan kunnen ze ons altijd herkennen als internaatskinderen. Ja. En dat wilden wij niet meer. Nou, dat is inderdaad en toen hebben wij de sluier afgezet en zijn wij heel gewoon. Niet deftig, maar heel gewoon. Nou, u ziet er mooi en uit. En toen zeiden de kinderen, nou durven we tenminste met ons. Ze vonden het een beetje eng met de nonnetjes. Zo oh met de... ja, ze staken de gekte mee, trok die sluier af. Echt waar? Oh, maar dat durfden wij niet, dat was heilig schennis. Nee, dat durfden ze gerust. Ja, echt waar? Van de die voogdijkinderen, die vonden het leuk. Wat is er nou allemaal nog meer veranderd in het klooster? Dat je nu een gewoon, normaal mens kan zijn. Tussen de medemensen. Ja, ja, ja. Niet meer dat ze je zo aankijken. Je zit niet meer op een troontje, nee. Godzijdank. Er was iemand in het klooster bij u, dat is uw beste vriendin, en die is op gezellige manieren uitgetreden, hè, of niet? Nou ja, dat was haar roeping niet. Ja. Nou, wat geeft dat? En ze is nu getrouwd? Ja. Ja. Ook, en ze heeft een man heel gelukkig gemaakt, die zelf gehandicapt is. Nou, wat kan er mooier zijn? Dus twee mensen die dan toch gelukkig dat worden. Dat is waar. Dus u, en het bent nog steeds een goede vriendin? Jazeker. Ja. Want die heeft mij namelijk een beetje geschreven. Ja, daar was ik al een beetje bang voor. Ja, want kijk. Ja, kijk. We gaan eventjes terug in de tijd. U heeft een broer hier in Nederland wonen, geen probleem. U heeft een broer wonen in Australië en u heeft een broer wonen in Amerika. Nou, is er een moment geweest dat de broer uit Amerika overkwam. Maar toen was u zelf heel erg ziek. Ja. Dat klopt, hè? Dat klopt. Een hersenvliesontsteking, wat ik begreep. Ik heb van alles gehad. Maar dan geeft het allemaal niks. Mijn broer in Australië, die heb ik niet meer gezien na de oorlog. In de oorlog is hij weggegaan. Ja. Toen moest hij in Indië in de arbeidsdienst. Ja. En vandaar is hij naar Nieuw-Zeeland gegaan. En vandaar is hij naar Australisch Nieuw-Guinea gegaan. Ja. Daar is hij getrouwd met een Papoeaanse. Ja. Toen moesten ze in 75 ook daar nog weg, want de Nederlanders mochten daar niet blijven omdat de Papoeanen zelfstandig wilden zijn. Ja. En toen is hij naar Australië gegaan. Maar ik wilde zeggen, uw broer uit Amerika die kwam toen over, toen was hij zo ziek, toen herkende u hem niet eens. Toen was er op een soort van fonds, of weet ik, vanuit het klooster, mocht u uw broer in Australië gaan bezoeken en dat ging niet door, hè? Nee, maar daar had ik de kracht niet meer toe. Toen was hij weer ziek namelijk, toen was ik weer ziek, ik heb zoveel... Vanaf mijn 49ste jaar ben ik ziek geweest. Ja. Dus... En dan probeerde ik wel weer wat te doen. Ook nu kan ik nog best weer wat voor de medemensen doen. Ja. En dat is gewoon fijn. Heel lief dat u dat zegt. U heeft het altijd maar over die medemens. Ja. Maar die, zeg maar, die grote vriendin, die zuster, die ex-zuster moet ik zeggen, heeft me geschreven. En die zei, nou god, die twee broers... dat is toch wat, dat je die overkomt en die zie je dan niet omdat je ziek bent. En dan mag je naar Australië toe en dan is er weer een ziekte in het spel. En u vertelde zelf al zo aardig dat uw broer uit Australië, dat hij getrouwd is met een Papoeaanse, zegt u dat zo mooi. Ik denk dat we een prachtige verrassing voor u hebben. Een geschenk uit de hemel misschien wel. Ik weet niet hoe u het wil omschrijven. Want die broer... 40 jaar is hier met zijn vrouw. Die vrouw heeft u nog nooit gezien, maar hij is heel gelukkig getrouwd. Dat wel. En hier komt uw broer. Hij heeft niet geschreven toen ik jarig was en dat vond ik een beetje vreemd. Weet je waarom niet? Omdat hij wist dat hij hier naartoe kwam. Komt hij aan, hier, uw broer. Oh, hè? Dat hoor je. Oh. En dat is wel liefde. Oh. Oh. Dat heb je maar verrast. Oh. Ik heb het zo.
Nou, is dat nog? Dat is lang geleden. Ik was al boos dat je niet geschreven had met mijn verjaardag. De wereld mag veranderen, de mensen zijn gelijk. Ze kennen nog de liefde, ze voelen zich nu rijk. En niets is echt onmogelijk, u gelooft uw ogen niet. Als u al die verrassingen in de surprise show ziet. Surprise, surprise! Het onverwachte is de mooiste prijs. De verrassing brengt u zomaar van de wijs. Pas op, surprise, surprise! Dit was hem weer, de laatste surprise show van dit seizoen. En volgend jaar zijn we uit natuurlijk weer met nieuwe surprises. Alle briefschrijvers, erg bedankt. En blijf uw wensen inzenden. Wie weet, pikken we hem volgend seizoen uit. Ik ben er aanstaande zaterdag 11 april weer met de Nationale Bomenmars. Waarin de Sterren Playback Show en Hit Bingo zit. Allemaal kijken 11 april. Bedankt voor het kijken. Ja, donderdag ken ik dat helemaal uit mijn hoofd natuurlijk. Maar we zijn nog even aan het repeteren. En als u ook romantisch bent, net zoals wij, dan hoop ik dat u kijkt aanstaande donderdag rond de klok van 8:30. We gaan weer terug naar die heerlijke jaren 50, de jaren 60. We ontvangen beroemde Nederlanders die toen al beroemd waren. En we hebben ook nog verrassingen waar zij weer niks van weten. Kortom, het belooft een heel onderhoudend programma te worden. En ik hoop dat u kijkt donderdag rond de klok van 8:30. Rons tweede jeugdshow. Ja jongens, hoe kan ik nou zo... You picture me there. Do you gaze... Om 5:11 in Match Barend en Van Dorp. Kan Gouden Bart Veldkamp eigenlijk nog wel schaatsen? Trainer Rinus Israël, hoe is het met hem? Marleen Houter, Cambuur, Heerenveen, Friesland, Boppa. En Hans Jorritsma, de hockeycoach, is heel erg boos. In het bevooroordeel, heeft het NOC eigenlijk wel een mening over doping? Ja, nee. 5:11. Tot? 5:11. Barend. Van Dorp. Ik kan niet kiezen. Goedenavond. Manuel Antonio Noriega, de voormalig dictator van Panama, is schuldig bevonden aan handel in drugs. Tot die conclusie kwam een Amerikaanse jury vanavond. Noriega gaf zich in 1989 over aan Washington nadat de Amerikanen Panama waren binnengevallen. Noriega kan tot maximaal 120 jaar celstraf worden veroordeeld. Op 10 juli bepaalt de rechter de strafmaat. De Amsterdamse afdeling van de spoorwegvakbond FSV is tegen het akkoord dat met de Nederlandse spoorwegen is gesloten. Dat bleek vanavond op een bijeenkomst in de hoofdstad. De afdelingsvoorzitter zal moeten aftreden omdat hij de kritiek die de leden op de FSV-leiding hebben niet heeft overgebracht. Verwacht wordt overigens dat het grootste deel van de FSV wel met het akkoord van woensdagochtend kan leven.
Een groep VN-inspecteurs heeft 90% van een nucleair centrum in Irak vernietigd. Dat zegt de leider van de missie. In het Al-Ater-complex konden volgens het Internationaal Atoomagentschap kernwapens worden gemaakt. Irak heeft dat steeds ontkend en gezegd dat het complex alleen voor civiele doeleinden werd gebruikt. Maar het land ging dinsdag toch akkoord met de ontmanteling. Dit was de Nieuwsflits. Het late nieuws begint om 11:58. Graag tot dan. Een hartverwarmende serie rond de gehandicapte jongen. Life goes on. Straks bij RTL 4. Movie. You have to make a wish. What can I wish for? Een opa opnieuw in de tienerschoenen. I wish I was 18 again. En als een wonder wordt de wens van de 81-jarige Jack vervuld. Want plotseling ziet Jack in het lichaam van zijn kleinzoon David. What the hell is this? Een kans die niemand laat lopen. 18 jaar. Een leven vol vrijheid. Dolle feestjes. Vrouwelijk schoon. Anything else you want to know, professor? Don't hesitate to ask. Een onopvallende jongen verandert in de populairste student. Waar een opa al niet goed voor is.